Ja, ik weet precies wat jullie gaan zeggen. Ja, Harry, hou je nou bij het voetbal? Harry, kom met een leuk recept. Ja, dat gaan jullie aan mij schrijven. Ja. En ja, en Harry, jij wordt natuurlijk betaald door de Nederlandse regering. Die betaalt jou om dit soort dingen te gaan zeggen. Nee, vrienden. Nee, nee. Ik vind dat, ja, ik kan het nu gaan hebben over Ajax. En dat ze door zijn. En dat ze weer gewonnen hebben. En over Feyenoord. En dan weet ik veel over wie in Nederland zelf al. En over Ronald Koeman en Xavi bij Barcelona. Dat doe ik allemaal niet. Nee. Op dit platform moet nu even dit behandeld worden. Want dat is namelijk even veel belangrijker. Ja, en dan wil ik het nu eerst even hebben tegen de mensen die niet gevaccineerd zijn. Beste vrienden, luister eens even goed. Ik ben het natuurlijk niet met jullie eens, dat weten jullie. Nee, ik vind dat jullie wel die injectie moeten nemen en dat je hem wel moet laten vaccineren. Want dan kom je veel minder snel in het ziekenhuis terecht. Maar ik wil alleen maar tegen jullie zeggen, vrienden, bescherm jezelf. Zoveel mogelijk als maar kan. En dan bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je omgeving. Dus, doe dat nou. Je laat je niet vaccineren, oké, maar doe dat dan. Tenminste, ja. Want dan lopen die ziekenhuizen niet vol. Kijk, het kabinet gaat nu met allerlei maatregelen komen. Dat weten jullie en dat weet ik. En dat is duidelijk. Maar goed, wat schieten we daarmee op? God mag het weten wat we daarmee opschieten. Want laten we nou eens even kijken wat dat kabinet allemaal weet. Want heb je het gevolgd de laatste dagen tussen die gommers en die jongen? Hey, die gommers zegt, oh, het is 11:58. En we zitten ongeveer in code zwart en we kunnen het niet meer aan. En die jongen zegt, maar dat valt wel mee. En die zijn het dus voorkomen met elkaar oneens. Dus dat is chaos daar, dat kan niet anders. En dan ben ik eerder geneigd nog om die gommers te geloven. Maar hey vrienden, laten we dus dat kabinet maar even dat kabinet. En die komen met al die maatregelen. En jullie weten ook, net zo goed als ik, daar kan je gewoon onderuit, onder die maatregelen. Hey, ben je een beetje slim en doe je het even zus of zo. Ga je eventjes, hup, maak je een omweggetje. Doe je even zo en klaar. En dan heb je geen last van die maatregelen. Maar dat schiet dan niet op. Nee, wees nou gewoon verstandig en verantwoordelijk. Want daar gaat het nu even om. Ja, ook voor de gevaccineerden, want die moet ik ook nog even toespreken. Want jongens, jullie moeten ook gewoon voorzichtig zijn. Want jullie kunnen het nog steeds overal verspreiden. Dus gedraag je. Neem dat mondkapje. En neem die 1,5 meter. En was je handen. En weet ik veel allemaal meer. Doe dat nou gewoon. Laat dat kabinet met die maatregel maar even. Laat dat allemaal maar zitten. Neem je eigen verantwoording, daar gaat het om. Dat is wat ik gewoon nu wil vertellen. Dat is belangrijk. Doe nu gewoon wat goed is voor jou en voor Nederland. En doe dat gewoon. En ga nou niet slim lopen doen en toch naar je werk gaan, terwijl dat niet verstandig is. En toch naar buiten gaan als je verkouden bent of dat je die verschijnselen hebt van corona. Doe dat dan gewoon niet. Blijf nou gewoon zoveel mogelijk thuis. En zie nou gewoon op dit moment even zo weinig mogelijk mensen. Nederland staat in de fik. Hé, hey, dat beseffen jullie toch wel. Dus daarom vraag ik aan jullie, vrienden, met z'n allen, samen.